samen één, samen sterk. En zoals jullie inmiddels wel van mij gewend zijn, dan probeer ik toch elk jaar een slogan mee te geven waar je over na kunt denken en waar we iets mee kunnen doen. En die slogan voor 2017 die ik wil lanceren is de volgende. Noberkracht door noberschap. Ik heb een primeur voor u. En de primeur die ik voor u heb, dat is dat ik de nieuwe voorzitter van de DMC aan u mag presenteren. Ik heb inmiddels contact met haar gehad en ik ben trots dat ik haar aan u voor mag stellen. En ja, inderdaad, u heeft goed geluisterd. Deze keer is het een vrouwelijke voorzitter geworden. Dames en heren, mag ik van u een ontzettend warm welkom voor de nieuwe voorzitter van de DMC, Jolande Nanning. Nou, je wordt helemaal leeg van Clemens, dankjewel. Ook bedankt voor alle wensen voor het komende jaar. Beste ondernemers en gasten, het is wellicht voor u een verrassing, maar dat was het voor mij ook. Toen ze me een tijdje geleden vroegen of ik voorzitter van de DMC wilde worden. Die had ik nou niet echt hoog op mijn bucketlist staan. Maar na wat denktijd dacht ik, ja, ik ga die traditie die mijn grootvader Lucas en mijn vader Klaas ooit ook jarenlang voorzitter van de DMC, ga ik voortzetten. Ik ben er wel geen ondernemer in het dorp, maar ik draag de ondernemers een warm hart toe. En ik wil zeker iets doen voor het dorp. Zou u een glas willen pakken, voor zover dat nog vol is? En als het leeg is, maakt het ook niks uit. Ik wil graag toosten op een heel mooi, succesvol, goed zakelijk, maar vooral gezond jaar. Proost.